Ik wist niet dat deze functie er ook op zat bij ADO. Ja, als jij het maakt, geef maar aan welke functie dan. Nou, zo door de ondergrens zakken. Ja, maar die zitten wel op. Er zijn ook de factoren bij. Ik vond zelfs in die ongeslagen status die we hadden 2 maanden, dat we behoorlijk iets werden toebedeeld. Maar ik zag ook wel dat het anders kan gaan, omdat je selectiegrootte helemaal niet zo groot is als iedereen denkt. Nee, dat is het probleem, hè? Te veel afwezig vandaag. Ja, dan heb je gewoon een hele matige ploeg eigenlijk. Nou, dan is het afstand te groot, zeker tegen een goed Roda, wat heel agressief begint. Neem niet weg dat er goals bij zaten die er zeker niet in mochten gaan, hoor, vond ik. Maar dan is het te groot als wij 4, 5 basisspelers missen. Dan wil je heel graag, maar dan is dat nou eenmaal het verval. Het was ook voor het eerst dat je dat volgens mij meemaakt. Je mist er wel vaker een, hè? Brein. Ja, maar dan konden we het nog opvangen. Maar nu defensief, je zag het al een beetje tegen RKC. Maar zelfs met Thomas Vrijheid moesten we rekening houden vandaag. Dan komt het net op een verkeerd moment. En ja, daar hebben we eigenlijk Roda wel bij geholpen bij die 1-0. Maar dan is het gewoon te groot. En dan zie je inderdaad dat die balans, hoe graag we ook willen met jonge gasten, ja, in zo'n wedstrijd te veel is. Maar toch ook de jongens die de laatste weken wel spelen, die brengen het dan ook niet. Creëren ook geen kansen. Nee, maar die hebben dan te veel, moeten ze dan helpen bij een ander, noem ik dat. Als je nou kijkt naar Dorazo Klas of je kijkt naar Hervé, dat soort jongens wat jij bedoelt, of zelfs voorin. Ja, dan is dat net te veel van het goede. En ik kijk ook wel naar jongens, dat soort jongens, wat ze presteren. Hè. Je kan ontevreden zijn over een invulling. Of in deze wedstrijd wordt er net gevraagd je pootje wat meer te zetten. Ja, dat neem je wel mee. Maar overal kijk je ook wel van ja, dat we nu te veel werden afgestraft op alle fronten. Ik vind het zelf ook niet echt bij dit ADO passen, zo'n zeepert. Ondanks dat je nee, maar als je het open gooit, dan kan elk team de had toppels er al af kunnen maken. Kijk alleen maar naar de eerste goal. Opbouw van achteruit. Niet goed, bal terug, goal. Kijk zelfs naar die bal van. Ik denk zelfs de derde goal, die we van achteruit diep spelen, balverlies, iedereen voor de bal. We gooiden het allemaal open en dat is niet de bedoeling. Dat is misschien het enthousiasme. En ook bij jonge jongens die iets meer gedisciplineerder moeten spelen. Ja, dan word je genadeloos afgestraft. Want dit Roda heeft natuurlijk wel veel meer kwaliteit. Is een van de betere in deze competitie. En dan zijn het niet de jongens die dan daar staan, die het opnemen en zeggen, zoals John Kemper of zoals andere jongens, van hé, dit wordt er gevraagd. Ja, dan is dat verschil gewoon te groot. Hoe groot is de tik? Natuurlijk is het best een behoorlijke tik. 5-0, dat mogen duidelijk zijn. Maar goed, je moet ook weer kijken, zei ik tegen de jongens. We hebben het daarvoor ontzettend goed gedaan. We zijn niet altijd zo goed als we denken. We doen ons stinkende best, maar dit is wel een tik. Maar goed, de volgende wedstrijd staat er klaar. En hopelijk hebben we dan weer een invulling met wat andere mensen erbij. Ja, zie die dingen gebeuren. Ziet het er dan uit? Jan Maat, Breinburg, Kiesna. Nou ja, Kemper. Goed. Ik verwacht wel dat bepaalde spelers terugkomen. Niet allemaal. 4 van de 5. Dat verwacht ik niet. Maar ik verwacht wel dat er wat terugkomt. En dat, ja, daar hoop je natuurlijk ook wel op. Is het ook een signaal om te kijken wat je nog kan qua versterking? Want de markt is nog open. Ik weet dat er nou ja, geen geld is. Je zit nu al te schipperen. En dat zie je dus nu terug in bepaalde posities. Het zijn geen excuses, maar het zijn feiten. En ja, dat wordt nu weer eigenlijk blootgelegd. Van ja, dit is nou voor ons net te veel wat we op konden vangen. En ja, oké, je wint van ons. Je speelt 90 minuten RKC. Maar dan is dit net de tikken die je niet kan hebben. En ja, tegen een gretig en een uitgerust Rode JC. Verwacht je nog wat trouwens op de markt? Als de Katic ontevreden was, wil misschien nog weg? Nou, misschien. Ik weet echt niet, dat zei ik laatst tegen jou. Wat er in de laatste week gebeurt. Maar ik denk niet dat als nu scouts op de tribune zaten, dat ze zeggen van nou, die zijn interessant voor ons. Nee. Dus daar wordt ook wel doorheen gekeken, maar. Ja, dan moet je meer brengen. En sommige jongens hebben dus ook nu de kans gekregen. Maar ik kijk meestal naar de dragende spelers. Zelfs van de keeper tot anderen. Ja, dan is het te veel van het goede geweest. Ja, dan moeten we misschien wel een spits bij, hè? Nou ja, je ziet nu, we hebben echt wel, als wij Thomas niet hebben. Ja, dat is een belangrijke speler. Als we andere spelers er niet bij hebben. Kijk, als zij Fluken en die Bouchouari niet hebben. Dat zijn hele goede spelers. Dan worden ze ook wat kwetsbaarder. Maar ja, dat is nou meer in die KKD. Alleen, wij moeten het niet opengooien. Ik weet dat we heel graag gelijk willen maken. Maar er zijn ook schoten geweest op doel waarvan ik dacht, nou kijk naar die goals. Ja, die mogen er nooit in.